We laten je zien hoe je zelf een inbouwspotje kunt vervangen. Voordat we aan de slag gaan, bespreken we eerst de benodigdheden. Natuurlijk de spots, maar als gereedschap is dat alleen een platkopschroevendraaier of een spanningszoeker om deze klus te klaren. Veiligheid is natuurlijk hartstikke belangrijk. Zorg er dus voor dat je de stroom eraf hebt gehaald voordat je aan het werk gaat. Nu de stroom eraf is, kan je veilig de bestaande spotjes eruit halen. Nu ze eruit zijn, kan je de draden loskoppelen door de schroefjes open te draaien. Kijk goed op de bijgeleverde instructie voor het aansluitschema. En sluit daarna de bruine of zwarte en blauwe draden aan op de spot. Trek de veren van de spot in en plaats de nieuwe inbouwspot in het gat. Zelf inbouwspots vervangen. Zo doe je dat.